Uit recent onderzoek is gebleken dat 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig zijn. Ook burgemeester Bruls uitte zijn zorgen tijdens zijn nieuwjaarsspeech over de afnemende taalvaardigheid in Nijmegen. Toch zijn hiervoor verschillende initiatieven, waaronder het Taalcafé. Verspreid in verschillende bibliotheken en wijkcentra zetten zij zich in voor iedereen die Nederlandse taal wil leren. Nou, het Taalcafé is op de eerste plaats een ontmoetingsplek voor mensen met een andere achtergrond, die niet het Nederlandse taal voldoende beheersen en die hier op dinsdagmiddag met elkaar Nederlands oefenen. Ja, het Taalcafé is voor mij heel belangrijk, want ik kom hier om mijn Nederlands taal te verbeteren en in de praktijk te oefenen. Zodat ze natuurlijk Nederlands leren en dat ze mee kunnen doen in de maatschappij, dat ze meer contact krijgen met Nederlanders, ook met elkaar natuurlijk. Wij doen verschillende activiteiten. We leren doorspelen hier, zoals Kahootje. Dat is een spelletje waarmee wij veel informatie leren. En ook wij praten over verschillende onderwerpen. Dat is een spontaan gesprek, spontaan thema's. Maar het gaat heel gezellig en goed. Het Taalcafé is niet alleen een plek om de taal te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten. En dat maakt ook van dat wij als vrijwilligers het ook heel belangrijk vinden om mensen te laten zien dat ze welkom zijn. En dat we ook fijn vinden als ze ook plezier aan beleven. Ja, wat ik ook geweldig vind, is dat veel mensen, verschillende mensen, aan dezelfde tafel zitten met verschillende culturen. Zo leer ik heel veel meer en meer. Niet alleen maar de taal, maar ook de cultuur.